Hallo, ik ben Sarin de Jong, in 2016 afgestudeerd als academische leerkracht. Jullie zijn misschien al eerder tegengekomen bij BAP als lid van de maand. Deze keer ga ik een vlog maken waarin ik jullie laat zien hoe ik mijn academische vaardigheden inzet op school en binnen het bestuur. 4 dagen in de week ben ik in dit lokaal te vinden. Hier geef ik les aan kinderen van 3-4. En hier zet ik mijn academische vaardigheden in om te onderzoeken wat leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen. En daarbij gebruik ik gebruik van vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur. Mijn school zit in een transitie naar meer Montessoriaans onderwijs. En daarin is mijn rol dat ik ervoor zorg dat de ideeën die wij willen implementeren goed onderbouwd zijn met theorie en praktijkervaringen. Ik ben zeg maar die ene leerkracht die er al een jaar eerder mee begint om te onderzoeken wat wel en niet werkt. Dus wanneer we met de hele school een stap verder willen zetten naar meer Montessoriaans onderwijs, kan ik al vanuit theorie en praktijk beargumenteren wat wel en niet werkt en hoe we het beste dus die implementatie kunnen gaan doen. 1 dag in de week ben ik in dit lokaal te vinden. Hierin geef ik verrijkingslessen aan de groepen 3, 4, 5, 6 en 7, 8. Hier begeleid ik kinderen bij het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld het klimaat om vervolgens een oplossing voor een van de milieuproblemen te ontwerpen. Ook hier komen mijn academische vaardigheden zeker van pas. Daarbij schrijf ik samen met een collega een beleidsstuk rondom het thema hoogbegaafdheid, waarin wij theoretische modellen gebruiken om een plan van aanpak te maken voor de praktijk. Tot slot ben ik samen met Niels coördinator van een bovenschools leerteam, waarbij wij samen met andere leerkrachten binnen ons schoolbestuur onderzoek doen naar de ervaringen en wensen van STAI-leerkrachten met betrekking tot die superdiversiteit binnen het curriculum van groep 6, 7 en 8. We hebben 2 vragenlijsten van Banks samengevoegd, vertaald en aangepast om leerkrachten te kunnen interviewen. En de transcripties van die interviews gaan wij in een coderingsmatrix zetten om de resultaten te kunnen analyseren. De resultaten en conclusies van het onderzoek zullen later dit jaar in het special issue van Zorg Primair van de Werkplaatsdiversiteit te zien zijn. Zoals je ziet zet ik mijn academische vaardigheden op verschillende manieren in. Ben je zelf nog op zoek naar een manier waarop jij jouw academische vaardigheden kan inzetten? Kies dan vooral iets waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen, en werk samen met mensen die jouw vaardigheden als toegevoegde waarde zien.